weer een nieuwe video. Ik ben blij, want ik kan eindelijk weer zeggen dat het niet lang is geleden. Het is denk ik 2 of 3 dagen geleden en er is weer een nieuwe video. En trouwens, dat jullie het weten, in de eerste week van de kerstvakantie, in het verlengde kerstvakantieweek, komt er een neef van mij slapen. Van maandag tot vrijdag. En dan gaan we superveel video's maken. Dus dan kunnen jullie veel kijken. Vergeet ook geen like te doen. En jullie kunnen nu al zien, het is FIFA. FIFA Carrière. Ik heb het geleerd door mijn vriend, Basil. Die heeft ook een YouTube-kanaal, Basil Droogmans. En al mijn carrière beginnen spelen. En je bent dus 1 speler en die moet je dan besturen. We gaan 2 matches spelen. Eentje tegen FC Utrecht. En eentje tegen FC Emmen. Die ploeg ken ik niet. Ik speel in de Nederlandse competitie in carrière, omdat ik in de ploeg Ajax speel. FIFA, dan moet je natuurlijk alle spelers bewegen, maar in carrière moet je er maar 1 bewegen en dat is deze man. Danny Mazzureel. Die moet ik bewegen. Dat is mijn eigen ontwerpte mannetje. En hier in de competitie zie je, we staan helemaal vooraan. We staan eerste, 49 punten hebben wij en de tweede is PSV en die heeft maar 35. Dus we staan meer dan 10 punten voor. We staan 14 punten voor. Hier kan je ook zien dat het transferperiode is. Dus ik kan door heel veel goede ploegen gevraagd worden. En hopelijk kan ik dan naar een goede ploeg gaan. Oké, nu moet ik eventjes dagen voorbij gaan. Misschien word ik nog door een ploeg gevraagd. Nee. De eerste wedstrijd gaat beginnen tegen FC Utrecht. We gaan spelen als Mazzureel. Dat is dus mijn mannetje, wat ik er juist zei, Danny Mazzureel. We moeten eerst een beetje oefenen. Oh, dat is over. Ik speel in Ajax, dingen die ik al heb gezegd, maar voor als je het niet had gehoord. Dit is Tadić. Of Tadić, ik weet het eigenlijk niet, want ik hoorde precies Tadić, maar er staat op zijn t-shirt wel Tadić. Tadić bedoel ik. Maar genoeg geoefend, penalties komen toch nooit voor. Nu gaan we beginnen met de match. En hier zie je ook, wacht hè. Even wachten. We moeten trouwens tegen FC Utrecht. Voor als je het vergeten was. Ik ga direct beginnen. Ja. Hier kan je zien welke commentaar je coach heeft. Dus als ik bijvoorbeeld een goal maak, dan zegt hij mooie goal of zo. Dus ik hoop dat we natuurlijk gaan winnen voor de voorsprong nog meer uit te breiden. Maar laten we maar beginnen met de match. Ik krijg ook een beoordeling op 10. Mijn eerste kans al. Kijk, nu staat er blabberd schot rechtsboven omdat het niet zo'n goed schot was. Ik moet eerlijk toegeven, het was ook niet zo goed. Ik had beter gepast, maar als je scoort krijg je direct wel heel veel punten erbij. Maar met mijn assist ook, hè. Omdat het allebei goed is. Het is corner. De jongen had getrapt en ze hadden geblokt en nu is het corner. Dat was niet zo goed, corner. Keeperbal. Ik hoop wel dat we gaan winnen, want ik denk niet dat FC Utrecht zo hoog staat. Dus als we nu verliezen, dat zou niet zo goed zijn. Oeh, ik had bijna gescoord. Als jullie, staat het goed op het? Ja? Kijk, nu kunnen jullie het nog eens doen, nog beter. Het was eigenlijk echt zeer goed getrapt. Ik denk dat hij op een paal ging, maar corner is nog steeds goed. Het is beter dan dat hij ernaast ging. Dan hebben we toch weer een poging op doel erbij. Doeltrap of? Nee, nog een hoekschop. Oké, we hadden weer bijna gescoord. Altijd bijna, maar bijna is natuurlijk niet helemaal, dus
Ja, we moeten de kansen wel gaan afmaken of... Allee, ik zou niet graag gelijk spelen. Ik heb blijkbaar een fout gemaakt, omdat ik een bal had gepast. Misschien dat ik hem een beetje raakt. Maar geen geel, dus... Dat is wel belangrijk. Geen geel hebben, maar... En ook geen waarschuwing, dus eigenlijk was het niks. Oh, mooi. Mooi trucje van de jongen. We hadden bijna gescoord. Alleen mijn teamgenoot had gescoord bijna. Op de paal. Het was spijtig dat het geen goal was. Hopelijk gaan we deze keer nog een goede kans weer. En het schot. Oeh. Redding van de keeper. Misschien moet ik beter een beetje passen. Want als ik een assist heb, dat geeft ook natuurlijk punten. We kunnen eens kijken naar de commentaar. Kijk, dit zijn allemaal goede dingen. Mijn coach zegt, je hebt klasse getoond met een paar indrukwekkende steekballen. Je korte pasen waren vandaag uitstekend. Feilloos inzicht bij deze snelle pasen. Dus best wel goede commentaar. Misschien moet ik geen hele match spelen. Ik zal in de halve match een wissel aanvragen. En dan zien jullie in totaal één match, maar tegen een andere ploeg. Dus dan speel ik... Dan vraag ik een wissel aan en dan zien jullie in totaal één match in totaal. Maar het is wel belangrijk dat we deze match winnen, want het is competitief. Als ik dat juist zeg. Oké, dat was een goede pas. Oké. We kunnen een goal maken. Ja, we hebben gescoord met de assist van mij. Mama gaat even de licht aandoen. Trouwens, doe ook allemaal een like voor mama. Omdat ze zo'n goede cameravrouw is. Dank je, schat. Ik ben wel blij dat we nu een voorsprong hebben. Want dat is toch beter dan gelijk, hè. Misschien kan hij passen, een dieptepas. Ik kan trappen. Ja, ik heb gescoord. Ik had gescoord en die sprong keihard op zijn rug. Kijk, nu gaan jullie nog eens zien. Ik had hier een dieptepas gevraagd. En hij had dat gedaan. En dan ik perfect in de winkelhaak. Perfect. En nu kunnen jullie ook zien welk cijfer ik heb. Want nu ik heb al een goal en een assist. Dus ik heb 8,8 op 10. Dus ik ben zeker niet geweest. Dat is goed. Eigenlijk ben ik nooit geweest in FIFA, want in FIFA ben ik toch wel goed. Maar het kan natuurlijk ook dat ik wel buis een keer. We beginnen, trouwens als je de match start, begin je met een 6. Dus het is wel, alleen dan moet je omlaag gaan. En in totaal ga je bijna altijd wel omhoog. Maar 8,9 is zeker niet slecht. Als jullie op een toets hebben in school, zou ik wel blij zijn. Die had hij eigenlijk moeten aftikken. Ja, ik heb de bal. Ik hoop dat ik scoor. Ja, gescoord. Een 9,6 nu. Ik heb al 2 keer gescoord en een assist. En in totaal hebben we al 3 keer gescoord. Dus ik ga wel misschien de man of de match worden. Maar ik ga de match niet afspelen, dus ik ga er wel niet meer naar huis kunnen nemen. Maar misschien kan ik nog een 3e keer scoren voor de hat-trick, want dan heb ik een 10 en dat zou wel zeer goed zijn. Hè? We zitten nu op de 31ste minuut, voor als je het niet kan zien. En hoe lang duurt de match nog, Maren? Normaal 90 minuten, maar ik ga in de helft al wisselen, dus in totaal zijn het 2 keer 45 minuten, dus eigenlijk is het... Ik heb een 3e keer gescoord! En ik heb een 10. Ik ga een trucje doen. Oh, zo'n stom trucje. Al 3 keer gescoord en een assist!
Oh my, dit is wel een van mijn beste matchen ooit. Ik denk zelfs mijn beste match. Wat was ik aan het zeggen? Hoe lang dat de match duurt? Een match duurt normaal 90 minuten. Maar ik ga in de helft van de match me een wissel aanvragen. En dan gaat de coach mij wisselen. Dus dan speel ik in totaal 2 matchen eigenlijk. Maar 2 halve, dus in totaal is het 1 hele. Als je snapt wat ik bedoel, want ik leg het niet zo goed uit. Het is nog iets minder dan 10 minuten. Oh, de anderen hebben gescoord. Spijtig, hè? Wat is nog steeds 4-1, dus. Dat is waar. Dat is waar, schat. Ik mag altijd de aftrap doen omdat ik een spits ben. En ik heb mij expres ingesteld als spits, want dan kan ik veel goal maken. En in FIFA is dat toch leuk. Oké. Ik heb de bal op en ik ben er voorbij. En een trap. Oeh, bijna. De keeper had een mooie redding als ik eigenlijk ben. Ik droeg geen mooie redding. Of toch wel. Ze hadden een counter, maar ze hebben hem niet kunnen uitspelen. Dus dat is goed. Dan moeten wij wel zorgen, want wij hebben nu een counter. En nu moeten we zorgen dat wij ze wel uitspelen. En tot nu toe gaat dat heel goed. En nog een voorzet van mij. Ja, goede voorzet. Oh. Jammer. Ja, het was een goede voorzet, maar er stond iemand dus. Ik kon er niet aan doen. Hè. Het is bijna rust, maar waarschijnlijk gaat er een beetje extra tijd zijn. 1 minuut of zo. Nee, 3 minuten. Maar het zijn niet 3 echte minuten. Hè. Alleen een minuut gaat veel sneller om voorbij dan in het echt dan. Ik bedoel, hier gaat een minuut veel sneller voorbij. Nog in spelminuten 1, maar hier is dan maar een paar seconden. Rust. Nu ga ik een wissel aanvragen. Ik vind van mezelf dat ik wel goed heb gespeeld. We kunnen nog kijken naar de commentaar. Die goed inzicht bij creëren van het doelpunt. Je hebt klasse getoond in de paar indrukwekkende steekballen. Een sensationele hattrick. En mijn beste was geweldig aanvallend spel. Niet veel spelers lukt het om 15 doelpunten te maken in 1 seizoen. Dus in de vorige match heb ik in totaal 15 keer gescoord. Ik heb 1 keer naast het doel getrapt. 3 doelpunten. Ik heb 3 keer getrapt die echt in het doel waren. En die waren alle 3 goal. Dus dat was wel goed. Nu gaan we een wissel aanvragen. En dan naar de volgende match. Misschien als het echt te lang duurt, ga ik nog niet, dan ga ik iets sneller al stoppen dan die eerste helft. Omdat het al laat is, volgens mama. Hopelijk kunnen we wel nog gevraagd worden door een goede ploeg. Om hem af te wijzen. Of te accepteren als het echt een goede ploeg is. Ja, transferaanbieding. Oké, er heeft een ploeg mij gevraagd. Welke ploeg zou het zijn? Dit is toch een Spaanse ploeg, denk ik? Ik weet het niet, maar ik denk dat het bot wel lager is als je vorige bot. Ja, maar met dat geld kan je niks. Ik weet niet eens of ik weet niet wat je gaat doen. Maar ik ga het niet doen. Door naar de volgende match. En ik ben gekozen voor de basis. Ik ga hier dan niet 45 minuten spelen. Alleen niet in het echt, hè. Maar 45. Ik ga dan ongeveer in het spel 20 minuten. Want ik wil graag ook straks nog iets tonen. Oh, dit maakt me echt niet uit. Ik val voor heel de tijd als jullie dit kunnen zien. Dit gaat echt slecht. We kunnen beginnen. Dat is toch wel beter dan die opwarming dan niet gelukt.
Donny van de Beek is de topscorer van alle Nederlandse ploegen. Maar dit is FIFA 19, dus ja, dit is wel ouder dan FIFA 22, ja, dat is logisch. Want nu speelt Frenkie de Jong niet meer in Ajax, maar in Barcelona. En Donny van de Beek die speelt Manchester United. En er zijn nog wel veel anderen die nu er niet meer spelen in Ajax. Want in 2019 was Ajax echt zo goed. Ze zijn nog steeds zo goed, maar minder goed dan eerst. Want ik zat er maar bijna gescoord. Misschien moet ik wat minder praten even en even concentreren dan mijn eerste doelpunt maken. Want... En dan kan ik wel wat praten. Maar ik denk dat het ook leuker is om te kijken als ik zoveel praat. Ja, ik vind het ook leuk hoor. Ik leer veel bij. Oké, ik ga nu via de flanken voor een voorzet te geven. Die niet zo goed was. Ik denk als je geen profvoetballer wordt, dat je misschien voetbalcommentator moet worden. Ja, dat zou mooi zijn. Want ik praat wel veel. Ik had wel de trouwens bijna gescoord. Dat had je denk ik wel gezien. Afkappen. Een pasje. En trap maar. Oké. Corner. Bijna. Maar niet helemaal. Ik vraag hem voor de corner. Slechte corner. Oh, we hebben de bal wel nog. En we hebben de bal nog weer. Hebben we al commentaar? Nee, de coach heeft nog niks gezegd. De coach is precies een robot, want hij heeft geen gevoelens. Hij vindt dat ik speel. En nog voorzetten. Heb ik sterk vrij. Allee. Weer geen goal. Altijd bijna, hè. Wacht, ik heb een idee. Ik ga gewoon spelen tot als we 1-0 voor staan. En dan ga ik afsluiten voor deze match. Want ik wil graag nog iets tonen. Dat duurt niet lang, maar... Het is wel nog even leuk voor te kijken. Oh, ze zijn mij aan het bekijken, de commentator is mij aan het bekijken. Het staat daar linksboven. Mm-hmm. Zijn het echt ook zo? Wij hebben geen commentator. Nee, maar bij de echte. Dus dan zeggen we ja, nu die. Ah, soms als er een speler goed speelt, dan zeggen ze... Mogen we vandaag veel over hem verwachten. Dat was echt een slechte pas. Oh, wat een slechte pas. Ik weet altijd gewoon wat hij altijd zegt, want ik heb dit al, ik speel dit wel veel. Echt, hè? Ja. Goal is gemaakt. Van de Beek heeft gescoord. Geen assist. Jammer. Maar nu ga ik een wissel aanvragen. En dan transferperiode. Kijken of we nog naar een betere ploeg kunnen gevraagd worden. En morgenavond is papa er ook. En dan mocht ik ook op de PlayStation een keer voor maandag. Dan ga ik weer een filmpje maken, dus morgen kunnen jullie weer een filmpje verwachten. Dat is maandag, want als je dat op een morgen kijkt bijvoorbeeld, dan is dat niet meer morgen. Ik ben nu gewisseld, simuleer de rest van de wedstrijd, oké? En nu? Zien jullie... wacht hè. Kijk, dit is iets heel goed. Dan kan ik door heel veel goede ploegen worden gevraagd. Maar dat duurt niet zo lang.
is gebeurd. Dit is het. En als ik klik, gaat er 1 uur voorbij. Heel snel. Oh. Mazzureel geroemd door manager om vele goals. De manager is trots op mij. En misschien win ik ook speler van de maand of zo. Dat zou leuk zijn. En dan heb ik weer een prijs. Want toen ik nog niet heb gefilmd, heb ik ook al een keer de Champions League gewonnen bij Ajax. En ook nog andere prijzen gewonnen. Word ik nog gevraagd of hoe zit het? Niemand wil mij precies meer. Ik ben te goed voor de ploegen. Je bent heel zelfzeker vanavond, schat. Ja, ik sta weer. Ja, absoluut. Maar dat is hetzelfde van hier. Nul keer gevraagd. Misschien kost ik gewoon te veel. Want kijk eens. Want als je goed bent, dan kost hij echt heel veel. En kijk eens hoeveel hij kost. Oh. Heel veel. Maar dit was de video. Een keer een langere video is denk ik ook leuk. Want meestal zijn dat video's van 8 minuten of zo. En nu zijn het een stuk of 20 minuten. Dus dat is wel leuk. En als jullie het leuk vinden, mogen jullie een like doen en abonneren. En als jullie liever de journey zien, dat is ook iets op FIFA. Dat is iets anders dan carrière. Dan mogen jullie dat in de comments zetten. En dit was de video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En daa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 a